U kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. In het noorden van het land drijven wolken rond, de rest van het land heeft brede opklaringen, maar van het zuiden zien we al nieuwe wolken aankomen en dat betekent dat het in de ochtend op veel plaatsen nog redelijk zonnig is met misschien nog wat nevel of mist in het noordoosten. Maar daarna gaat de bewolking van het zuiden uit toenemen. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog vanmiddag met temperaturen van 8, 9, misschien 10 graden. Wat we verder zien is dat de wind gaat toenemen vanuit het oosten. Vooral in Zeeland gaat het harder waaien en daar hebben we dus een lagere gevoelstemperatuur. Vanavond weinig verandering, een matige oostelijke wind, 6 graden. En over het algemeen vrij veel wolkenvelden, maar wel droog. En morgen overdag valt er hier en daar een spatje regen. Kans daarop is het grootst in het westen en zuidwesten van het land. Het wordt 6 tot 8 graden en de wind waait uit een zuidoostelijke richting. In het algemeen dus vrij veel bewolking. En ook donderdag is dat het geval, vaak wolkenvelden. En donderdag is de regenkans ook wat groter. Het is wel redelijk zacht met 8 tot 10 graden. En we zien de dagen daarna de temperatuur langzaam wat terugvallen. Met name in het noordoosten van het land. Maar vrijdag en zaterdag is het wel meest droog met zonnige perioden. Ik ben Marco Verhoef. Van weerplaza.nl